zit echt in een heel erg leuk en mooi hotel. En ik heb dus al een klein beetje een idee wat het is. Een PR-pakketje van New Balance. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik heb gisteren heel de dag dingen op Vinted gezet. Ik weet niet, ja, je ziet het hier niet liggen. Ik zal het wel eventjes laten zien. Ik heb net al een paar pakketjes weggebracht, maar mijn zakken zijn op. En ik heb dus wel gisteren nieuw besteld, dus die komen vandaag binnen. Dus dan kan ik vanmiddag meer opsturen. Mijn linkje van Vinted staat altijd in de beschrijving voor als je nog eventjes wil kijken. Nu staan er nog wel wat dingetjes op. Ik weet niet hoe dat over een week is. Maar ik heb vandaag gezellig met Rosa afgesproken. Echt super lang geleden dat ik Rosa heb gezien. Maar we gaan gezellig naar de stad. We moeten namelijk allebei nog een foto hebben over een samenwerking. Ik met Bronx en zij met Naked. Dus dat gaan we eventjes doen. Ik wil nog eventjes naar de Primark, naar Zara. We gaan even lekker lunchen gezellig. Dus helemaal zin in. Ik heb dus deze laarzen van Bronx gekregen. Voor een samenwerking. En er komt dus ook samen met hun een winactie aan op mijn Instagram. Echt super leuk. Ik vind dit echt hele vette laarzen. En ik ga eventjes een leuke TikTok maken met deze jas. Die heb ik namelijk van Olivia en Kate gekregen. Van hun Parijs collectie. Ik vind hem echt zo leuk. En die kwaliteit voelt echt oprecht heel goed aan. En Stan en ik hebben Parijs geboekt. Dat heeft hij van mij voor zijn verjaardag gekregen. Alleen het was nog eventjes kijken wanneer we zouden gaan. Maar we gaan nu dus 20 oktober tot en met 22 oktober. Ik heb er echt super veel zin in. We zitten echt in een heel erg leuk en mooi hotel. In dit hotel. Daar heb je dus ook een spa en een zwembad en een sportschool. En het zit dus echt 10 minuten loopafstand van de Thalys. Dus ik dacht dat is wel heel erg handig. Want dan hoef je niet met die koffers en zo in de metro. En hier om de hoek zit dus gewoon een metro. Dus dan kan je wel de metro pakken naar bijvoorbeeld de Eiffeltoren of de Champs-Élysées of weet ik het wat. Waar echt super veel zin in. Echt heel erg leuk om even lekker samen weg te gaan. Hallo, we're back. We hebben net eventjes een foto gemaakt hier bij. Hoe heet dit? Lange voorhoud. Lange voorhoud. Ja, daar is kort voorhoud. Dus... Ja, dit is lang voorhoud. Ja. En ik heb natuurlijk die grote tas bij me, dus die ga ik even bij Chevelle droppen bij Alex. Zou ik daar niet mee hoeven te slepen. En dan gaan we even lekker wat eten. Lekker winkeltjes kijken. Lekker! Ik ben weer lekker thuis en er was een pakketje binnengekomen van Bai. Want daar had ik al besteld, maar ze hebben er allemaal leuke extra dingetjes bij gedaan. Zelf heb besteld en dat is dus een linnen jurkje, maar dan met het ringetje in het midden. Andere twee linnen heb ik ook, maar het zijn allebei een S'je. Ik moet zeggen dat die eigenlijk voor mij best wel een beetje te groot zijn elke keer. Maar van dit jurkje, dit model, hebben ze dus ook een XS. Dus ik dacht, ja, een wit linnen jurkje. Heel erg mooi, ik vind die andere ook echt super mooi. Maar deze heeft dan nu zo'n gouden ring in het midden. Net zoals bij die bikinis. En dan zit er volgens mij een heel erg lekker en chill trekkingspak in. Heel erg leuk. En ook de sweater. Hoe leuk is dit? Er komt echt net een pakketje van Kizu binnen. En ik heb dus al een klein beetje een idee wat het is. Ik heb dus gisteren een pakketje binnengekregen met het Kizu Infused Hair Repair Serum. Die had ik dus zelf besteld omdat ik het zo vaak op TikTok voorbij zag komen. En ik natuurlijk weer helemaal met mijn haar bezig ben en zo. Dacht ik moet dit proberen. Dus dit heb ik besteld. Maar ik krijg dus ook wel eens PR-pakketjes zomaar opgestuurd van Kizu. Echt super leuk en super lief. En altijd mega blij. Maar goed, ik heb nu dus weer een PR-pakketje, denk ik, binnen. En ik denk dus echt dat het datzelfde serum is. Maar goed, dat maakt niet uit. Het is wel echt mega leuk ingepakt. Kijk nou, het is dezelfde. Maar dat maakt niet uit. Want ik hoop gewoon dat het een heel fijn serum is. Dus dan heb ik gewoon een backup. Dat is natuurlijk altijd fijn. Ik ga hem nog eventjes dicht laten. Maar het is dus gewoon precies dezelfde als die ik ook zelf heb besteld. Hebben jullie dat ook? Dat als je dan kleding op Vinted hebt verkocht. Of in ieder geval veel pakketjes naar het postkantoor wil brengen. Dat je je zo schaamt. Gewoon, die vrouw moet natuurlijk voor elk pakketje moet ze een label uitprinten. En kom ik daar zo meteen aan. Met een grote tas. En dit zijn dus 12 pakketjes. Maar ik moet er eigenlijk 28. En ik schaam me gewoon om ze alle 28 nu mee te nemen. Dus ik ga er nu 12 bij dit postkantoor brengen. En dan de helft bij het andere postkantoor. En dan die laatste helft morgenochtend weer bij een van deze twee postkantoren. Dus ik schaam me gewoon zo erg om met zoveel pakketjes eraan te komen. Die vrouw die kan me wel vervloeken, denk ik dan. Ik schaam me gewoon. Maar goed, ik ga nu eventjes die pakketjes wegbrengen. En ik ga zo meteen ook even lekker iets van een maskertje of een dingetje maar doen. Want dat kan ik ook wel gebruiken. Thank you.
ik ben weer terug uit de stad. Want ik ging natuurlijk wat Vinted pakketjes wegbrengen. Toen kon ik het niet laten om nog eventjes wat winkels in te gaan. Ik was in de Zara en ik vond dat vestje met die knoopjes zo leuk. Alleen, ik vond die S net een beetje te groot en ze hadden geen XS meer. Dus die ga ik zo meteen eventjes bestellen. Eindelijk de perfecte spijkerbroek gevonden bij de Stradivarius. We hebben natuurlijk van de week onze kledingkast opgeruimd. En we kwamen er gewoon echt achter dat wij echt maar een paar spijkerbroeken hebben. En ik pas die gewoon niet. Het is echt, ik heb gewoon geen goede spijkerbroeken meer. Dus ik heb er nu eentje gevonden bij de Stradivarius dus. En dit is de D92 Straight White in een maatje 32. En hij was 30 euro. Dat vond ik nog wel meevallen voor een broek. Dat vind ik leuke prijsjes. Dus hier ben ik echt heel, heel, heel erg blij mee dat ik deze heb gevonden. Als jullie nog tips hebben voor goede broeken. Met kleine maten en korte lengtes. Want ik ben 1,60. Dus bijna alle broeken zijn altijd te lang voor mij. Laat alsjeblieft weten. Want ik heb er nu één gevonden. Maar ik kan natuurlijk niet met eentje leven. En toen ben ik eventjes Primark ingelopen. Want ik denk dat iedereen ondertussen wel die viral TikTok sweaters van de Primark kent. Ik wist dat ze lichtroze, beige, grijs en bruin hadden. Ik wilde eigenlijk heel erg graag die lichtroze. Maar ik kon ze echt nergens vinden. En toen zag ik deze als enige ergens tussen andere truien hangen in een maat M. Ik denk dat die echt veel te groot gaat zijn. Want normaal bij de Primark heb ik echt 2 keer XS. Dus ik denk dat die echt veel en veel te groot gaat zijn. Maar ik dacht gewoon leuk als jurkje of ik weet het niet. Ik wilde hem gewoon hebben. En deze was 19 euro. En hij voelt echt zo lekker goed en dik aan. Ik ga hem eventjes aantrekken voor jullie. Dat jullie even kunnen zien of hij echt veel te groot is. Oh, ik vind het op zich. Ja, die mouw moet ik een beetje omvouwen. Maar dat vind ik op zich wel leuk. Leuk effect geven. Hij is wel groot. Maar als ik er een broekje onder doe, is hij wel leuk als sweater dress, denk ik. Ik vind het nog meevallen. Ik ben blij dat ik hem heb meegenomen. Ik dacht dat hij echt veel groter zou zijn. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Ik heb gisteren dus met mijn camera instellingen zitten spelen. En ik heb geen idee of dit beter is of niet. Ik had de hele tijd door mijn camera in zo'n irritant geluid. Misschien dat dit beter is. Ik heb geen idee. En anders veranderen we weer terug. Ik ga zo meteen de laatste pakketjes op de post doen. Dus ik was gisteren natuurlijk te scheiterig om bij één punt af te leveren al die pakketjes. En daarna ga ik naar kantoor toe. Ik moet eventjes een samenwerking voor Bol. Dat kom filmen. En ik heb met Zoe daar afgesproken. Want we willen dus heel erg graag samen iets van een serie op ons kanaal gaan beginnen. Waar we samen kunnen gaan filmen en alles. Dus daar gaan we eventjes voor zitten en afspreken om te kijken wat we precies willen gaan doen. En vanavond ga ik uit. Of naar uit. We gaan naar Colorado, dus dat is wel gezellig. Beep, Amy en Demi gaan ook. So that's nice. Ik heb er heel veel zin in, maar ik ga me nu eerst even klaarmaken. Even mijn camera aan de oplader doen, want ik zie dat die bijna leeg is. Ik ben op kantoor en ik heb net eventjes een TikTok opgenomen voor Bol. Alleen echt zo stom. Ik heb dus echt vet leuk van mijn printer gekregen. Allemaal gekleurde bio-stift, helemaal blij mee. En ik wilde een planner uitprinten. En ik moet ook nog een retourlabel uitprinten. Maar de printer werkt op wifi en we hebben hier nog geen wifi. Dus dat is een beetje ja. Maar nu ga ik even verder op mijn laptopje. Ik ben gisteren niet meer naar Colorado geweest. Het regende zo hard. En Biep stuurde een snap dat ze geen zin had. En ik had ook geen zin. Amy en Demi zijn wel gaan, maar ik heb lekker met Piep in bed. We hebben films gekeken, After 3 en After 4, zodat we binnenkort naar deel 5 in de bioscoop kunnen. Maar er is een PR-pakketje van New Balance bezorgd. Dus die ga ik eventjes met jullie openmaken. Trouwens, vanavond is het verjaardag van mijn broertje en mijn moeder. En ik had dus maandag cadeautjes besteld en dat van mijn moeder is gewoon nog steeds niet binnen. En er staat ook bij die track and trace code dat er geen zending is gevonden. Het cadeautje van mijn broertje komt wel zo meteen binnen. Ik mocht dus bij New Balance een trui en een paar sneakers uitzoeken. Alleen van schoenen was er echt oprecht niks in mijn maat. Echt helemaal niks. Dus ik heb een paar sneakers voor Stan uitgekozen. Dat zijn deze. Ik vind ze echt heel erg vet. Hij heeft deze dus al in het beige met een beetje blauw. En hij vindt ze echt heel erg lekker zitten. En nu is hij ook in het grijs. Echt heel erg leuk. Er zit alleen geen doos om me heen. Maar ik ga het vanavond aan hem geven. En dan heb ik zelf nog. Ja, dit shirt is in een maatje S. Heel chill shirtje om lekker in te sporten. En een bidon, denk ik.
Oh, wat handig. Wat leuk. Van glas. Dit vind ik heel leuk. En dan heb ik nog een hele lekkere hoodie. Hier ben ik echt heel erg blij mee. Ik ga deze denk ik gelijk even lekker aantrekken. Want die trui die ik nu aan heb, is helemaal nat. Lekker truitje. Vandaag overdag ga ik verder niet heel veel doen. Ik wil eigenlijk straks nog eventjes naar de HEMA om inpakpapier te halen. En ik wil nog eventjes langs de bloemist om voor mijn moeder een bosje bloemen te halen. Terwijl dat ik wel even iets heb om te geven. Ja, maar verder vandaag eigenlijk niet zo heel veel op de planning. En het regent ook heel hard buiten. Dus ik vind het ook wel lekker om even lekker binnen te blijven. Wij zijn eventjes met z'n tweeën dag maar net naar de Action geweest. Daar hebben we van dingen gekocht. We hadden allebei watjes nodig. Dus hier hebben we gehaald. Een aansteker voor de kaarsen. Aangezien het weer herfst begint te worden. Dus dan lekker kaars aan kan steken. En ze hadden daar dus van die soort van dupes van de Woodwick kaars. Maar deze kaars zijn echt bij zo prijzig. Volgens mij betaal je voor deze grote echt 30 euro of zo. Ze ruiken wel echt heel lekker. Maar je had dus nu bij de Action dat je deze Tree Wick. Dit rook zo lekker. Ik heb de geur kaneel genomen. Oh, het is echt zo'n lekkere herfstgeur. En ik wil dus ook heel graag want een nieuw plateautje voor mijn parfum. Want ik heb nu dus deze. Alleen dat is van glas en je ziet gewoon elk stofje wat erop komt, zie je daarop. Dus ik heb nu deze houten, die vond ik wel heel erg leuk. En ik heb dus ook weer een nieuw parfum gekregen. Van Look Fantastic weer, daar mocht ik weer wat dingetjes uitzoeken. En mijn parfum was echt allemaal aan het opraken. Kijk, er zit echt nog een heel klein beetje in. En dit is echt mijn lievelings. Dit is Livre van Yves Saint Laurent, dus die heb ik weer opnieuw uitgekozen. Hele grote verpakking, zodat ik er weer eventjes lekker lang mee kan doen. Dat is deze. En dit is echt mijn lievelings. Ik maak geen grapje. Ik denk oprecht dat ik hier echt al 4 flesjes van heb opgemaakt. Ik ben heel blij dat ik die weer heb. Dan heb ik er eentje van Marc Jacobs nog. En dit is Daisy. En dat is deze. En dat is dus ook een backup van deze. Want die is dus ook, zoals je kunt zien, bijna op. Die vind ik ook echt heel erg lekker ruiken. Die ander vind ik bijvoorbeeld lekker deze voor 's avonds. En deze weer wat meer voor overdag. Die ruikt ook echt heel erg lekker. En ik vind het er ook gewoon heel erg leuk uitzien. En dan heb ik er nog eentje van Marc Jacobs. En deze heb ik nog nooit gehad. Maar deze heeft dat maar volgens mij. Die vond ik ook echt heel erg lekker ruiken altijd. Perfect Intense van Marc Jacobs. Ik vind echt dat die flesjes van Marc Jacobs er altijd zo leuk en gezellig uitzien. En deze is weer wat sterker. Maar echt zo lekker. Dus die ga ik nu eventjes neerzetten op mijn ding. Althans, ik heb dit eventjes leeg gehaald en ik ga dit nu eerst even schoonmaken. Kijk nou, dit ziet er toch leuk uit. Ik heb uiteindelijk dus wel mijn parfum hier neergezet. Want hier ging het een beetje wank op staan, omdat dit natuurlijk afloopt. Ik vind het zo schattig eruit zien. En ik heb ook weer een leuke kortingscode voor jullie van Look Fantastic. Die komt nu eventjes in beeld, want ik twijfel altijd of het nou de code Fleur is of de code Fleur LF. Maar de juiste, die komt nu eventjes in beeld. En ik zal ook eventjes een linkje van Look Fantastic weer in de beschrijving zetten natuurlijk. Maar ik ben helemaal blij met het hoekje. Blij met mijn nieuwe parfummetjes ook. Maar eventjes lekker vooruit. Want de rest was echt deze eigenlijk leeg. Maar anders staat er zo'n stom gat. Deze is leeg. Deze komt trouwens ook van Look Fantastic. Deze is bijna leeg. Dus ik had echt weer eventjes wat nieuw nodig. Dus helemaal blij met het voorraadje. Ik ben ook echt heel erg blij met dit hoekje zo. Ik ga eventjes lekker douchen. Even lekker chill pakje aantrekken. En dan lekker een zondagje houden en niks doen en gewoon chillen. Ik voelde me gisteren echt zo niet lekker. Ik weet echt niet wat ik had. Ik had gewoon heel erg veel last van mijn maag of zo. Ik had niet echt bij mijn onderbuik pijn. Ook niet helemaal erboven, een beetje ertussenin. Maar wat ik dus denk, ja, ik weet het niet zeker. Maar ik slik nu dus sinds een week. Allemaal vitaminepillen. Visolie, vitamine C, biotine en vitamine B. En dan natuurlijk ook nog die haarpillen van JS Health. En ik had dus op internet opgezocht of je bijwerkingen kon krijgen van vitaminepillen. Had ik dat, ja, ik weet niet. Maar er stond dus wel iets bij met je maag. Dus misschien daarvan. Ik neem het ook altijd op een lege maag. Dus misschien moet ik dat ook eventjes niet doen. Maar goed, vandaag voel ik me weer beter.
heb ik dit hele leuke blouseje aan van LiviaV.nl. Ik vind hem zo schattig. Ik vind dat kleurtje ook echt heel erg leuk. Ik moet hem alleen wel eventjes gaan stomen eigenlijk, want dit ziet er een beetje slordig uit. Maar ik ga ook deze weekvlog afsluiten, want het is vandaag dinsdag en ik ga vandaag weer een nieuwe weekvlog beginnen. Maar ik heb wel weer wat nieuwe items van Fashion by Mislani gekregen en die wilde ik graag eventjes in jullie laten zien, want ik ben er echt heel erg blij mee. Dus ik ga ze er eventjes bij pakken. Ik heb 2 stukjes uitgekozen. Als allereerst dacht ik heel erg leuk dit vest. Ja, ik vind dit soort vesten gewoon echt van die lekkere knuffelvesten. Als ik dit zie, denk ik echt, oh, lekker. Dus ik dacht leuk deze. Met dan een witte broek of een spijkerbroek eronder. En dan met deze bandeautop eronder. Ik vind deze heel erg mooi, want hij heeft zo'n ribbelstofje erin zitten. Ik weet niet of je dat heel goed... Ja, dat zie je wel denk ik op camera. Maar dat leek me wel heel erg leuk. Dus die ga ik even voor je aantrekken. Kijk, ik vind dit echt een heel erg leuk outfitje. Zo lekker dat vest. Hij is ook lekker een beetje oversized. Ik heb hem in een one size. En voor mij zit hij lekker groot. Maar ik krijg hier echt van die... Ik weet niet, je ziet toch altijd van die meiden op Insta voorbij komen. Die dan echt van die leuke outfitjes aan hebben. En dan hebben ze ook heel vaak zo'n lekker zo'n groot vest aan. Ja, ik vind dit echt heel erg leuk. En ik heb trouwens ook nog voor jullie een kortingscode. Met de code FLEUR10 krijg je dus 10% korting bij Fashion bij Mislani. Link zal ik ook nog eventjes in de beschrijving zetten. Heel fijn dat de buren aan het zagen of iets zijn. En omdat ik dat vest dus zo leuk vond, heb ik hem ook nog in een ander kleurtje. En dat is een beige met wit kleurtje. Ook echt super mooi. Gewoon weer iets meer basic in plaats van zo'n kleurtje. Maar ik dacht, dat vind ik wel heel erg leuk. Juist met een donkerblauw topje eronder. Om een beetje contrast te krijgen. Ook echt een hele mooie kleur. Gewoon precies dezelfde als de witte die ik nu aan heb. En ik moet zeggen, hij zit ook echt heel erg mooi. Ik heb nu wel eventjes mijn BH eronder gehouden voor het makkelijke. Maar op zich, als ik mijn vestje zo erg zie, dat toch niet. Maar heel erg mooi topje. Schijnt ook niet door. Je ziet hier verder niet mijn BH erin of zo. Dus oké, ik ga nu eventjes de andere aantrekken. Ik weet niet, ik vind donkerblauw met beige gewoon echt een hele mooie kleurencombinatie. Ik zou niet deze spijkerbroek er per se onder doen. Maar ik vind deze kleurencombinatie wel echt heel erg leuk. En dat vest zit ook zo lekker warm. Gisteren had ik het heel dag zo koud. Ik heb het nog steeds echt super koud. Zo'n lekker warm vest is echt heerlijk. Kortingscode en linkjes staan in de beschrijving. En ik ga bij deze ook gelijk de weekvlog afsluiten. Want dan kan ik gelijk een nieuw beginnen. Want vandaag is ook weer een hele leuke dag. Dus dat wil ik weer lekker voor jullie vastleggen in mijn nieuwe weekvlog. Ik hoop dat jullie deze weekvlog leuk vonden. Vind je hem nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Dat ik heel erg leuk vinden. En als je nou nog ideeën hebt voor extra video's, leuke video's, laat het dan eventjes weten. Want ik ben volop bezig met extra video's plaatsen. Misschien willen jullie dat ook wel door. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk. Laat eventjes weten als jullie nog andere dingen graag willen zien. En dan zie ik jullie in de volgende weekvlog.